mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Dying Light video hier op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, want op dit moment moeten wij explosieven gaan plaatsen op de 10e verdieping. Zodat het eruit ziet dat er nog overlevenden zijn in dit gebied. Dus we moeten explosieven op verschillende manieren plaatsen. Zodat dus dit gebouw op een of andere manier instort. Of zodat de bommen op een of andere manier afgaan. Zodat het lijkt alsof mensen ze hebben ze geplaatst. En niet dat zombies ze hebben geplaatst. Want ze willen natuurlijk deze hele stad gaan bombarderen. Dus we gaan weer verder waar we gebleven waren. Vind ik deze serie een leuke ram? Dan natuurlijk sowieso kuit op die like knop. En here we go. We zijn alleen. Want ik denk niet dat deze vent met ons meegaat. Want het is een scheidenbroek. Dus hier gaan we, jongens. Hier gaan we. Welke verdieping is dit? 1. We moeten dus 9 trappen omhoog. Are you fucking kidding me? 0. Het was min 1. Verdieping 1. En we kunnen al niet meer verder naar boven. Serieus. Serieus, jongens. Die zijn denk ik allemaal dood. We kunnen nu gewoon al niet verder naar boven, hè? Moet je nagaan. Hier zit de slot op, dus kunnen we ook niet naartoe. En dat muziekje, jongen. Wacht, kan ik... Ah, ik kan geen deur achter me sluiten ook. Ah, dat muziekje, jongens. Dat jij het toch niet menen, hè? Ik ga gewoon zoeken of er dingen liggen. Zodra er een zombie aankomt, of wat dan ook, dan is die kapot. Dit is ook op slot, dan moeten we hierin. Denk ik. What the fuck? Oh, dat was dat vuur, man. Oké, daar kunnen we dus ook niet in. Laat de lift komen. Nou, lift. Kom maar. De lift is veilig, hoor. Oh, shit. 10. Nummer 10. Zo. Oh, nee, hè. Oh, nee, hè. Oké, we gaan naar boven. Here we go. Waarom neem ik de lift? Waarom kon ik niet gewoon de trap nemen? What the fuck hoor ik? Oh, er zit ook geen deur in, joh. Er zit ook geen fucking deur in, joh. What the... Are you... Damn it. Something must have blocked the shaft. Ah! What the fuck kom jij doen? Mongol die je bent. Laat me schrikken. Uh-oh, ik heb natuurlijk nog steeds anti-seen nodig. What's wrong? Niks, niks, niks. Ja, 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 for now. Gaat goed. Yep. Gaat goed. Als ik even weer kan lopen, dan zou ik het vrij fijn vinden. Ik moet even wachten tot die anti-seen... Nou ja. Ja, goed zo. We kunnen weer... Nee, we kunnen nog steeds niks zien. Fuck. Kan je hier springen? Goed zo, jongen. Ik word nu geïnfecteerd natuurlijk, dat ik nog geen anti-seen heb kunnen vinden. Oké, we kunnen hier erin. Alleen dan zijn we nog niet op de 10e verdieping, dus... Dit is namelijk nummer 9. Oké, we zijn bij nummer 9. Oh man, er ligt hier zoveel doden, hè. Kunnen we hier misschien in? Dan is het dicht, oké. Wow! Hij ziet er lekker uit dit, dat weet ik wel. Open. Dank u. Oh man. Hallo? Hallo? Oké, hier kunnen we naar de 10e verdieping. Yes. Wow. Oké, er zit een gat in het dak. Dat is mooi. Dankjewel voor de alcohol. Die hebben we nodig. En daarvoor de halwa of zo. Iemand die zat te zeuren dat ik het verkeerd uitsprak. Dus sorry als jij diegene was. Kan ik er geen bier op pakken? Dan voel ik me misschien wat beter hier. Michael, oké. Okay. On the 10th floor. Oh. Great. Look for apartments 105, 106, 134 and 137. Oh man. Are you fucking kidding me? Fuck off. Zo. Dat is 1. We zitten hier. Kijk op de kaart, hè. Dan loop je van die kutte... De zombies rond. Dus ik moet het even. Even een beetje rustig doen. Oké, okay, ik moet appartement. Oh. Ik moet appartement 105 en 106 zien. Oh shit, er komen er heel veel aan nu. Uh-oh. What the heck? Holy shit. Holy shit, zag je dat? Ik heb die ook gewoon vermoord. Door dat stroomding. Holy fuck, dat heb ik nog nooit gezien. Oké, dat was echt fucking awesome. Holy shit. We moeten 105 en 106 zien te vinden. Oké, wacht. Staat het ergens... Staat het ergens erop? Het staat niet op de deur hier, dus dit zal wel niet de goede zijn. Oh, sorry zombie. Verkeerde knop, man.
Spijt me. Eigen skirt. Ze zijn hier onderdoor gekropen, denk ik. Dit is 110. Nee, die hoeven we niet. We moeten naar 105 toe. Maar wat is dit dan? Is dat niet op de deur? Oh, 100. 109 is dit. Oké. Okay. Dat is 109. Daar hebben we dus ook niks aan. Dan moeten we verder gaan. Maar er ligt hier een hond. Ah, oh, nooit. Mijn hond. Kijk zijn darmen, joh. Gadverdamme, man. Het zijn boeken. Holy shit, jongens. 107. Are you kidding me? Zo. Ben je al dood? Ga nou dood, joh. Motherfucker. Uh-oh. Zo. Wow. Zo doen we dat. Hoppatee. Zo, die is ook dood. Hè? Ik ga eventjes doorzoeken hier, oh. We zijn nu naast het appartement waar we in moeten. Dus hier gaan we, jongens. Wat is dit? Gebruiken. Oh, gebruik het is dan. Ik weet niet wat dit doet, hoor. Oh, au. Kon je dit niet eerder zeggen? Ah! Wat de hek, man? Wat normaal, joh. Oké, er zit hier een zombie in. Ik weet niet wat voor zombie dat is. Dat is zo'n gore zombie. Heb ik nog? Oké. Huh? Fuck, mis, serieus. Huh? Oh, kut, ik ga hem tegen die deur aan. Nu. Oh. Vriend, je moet even hier naartoe komen. Als je niet heel erg... Oké, die was raak. Die was raak. Die was ook raak. Die was ook raak. Zo. Hé, we hebben daar geen last meer van. Die dingen ontploffen, man. Dan ben je in één keer dood. Dus we hebben het even zo gedaan. Even rust in de tent. Spijkers, dankjewel. 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 Hey, ben jij dood? Hallo? Oh, die heeft zichzelf vermoord. Kijk, maar liggen pillen naast. Je had er geen zin meer in. Dat kan. Dat kan. Oké, we moeten hier ergens explosieven gaan plaatsen. Deze kan ik nog openen. Hop. Deze ook nog. Zo, kijk, hier zijn nog allemaal spullen liggen. Hier had toch gewoon nog koffie liggen, man. Waarom heb je jezelf vermoord? Oké, waarom moet ik de explosieven plaatsen, jongens? Als het goed is het een goede ruimte, of niet? Oh, hier, die prullenbak kan je zelfs doorzoeken, jongen. What the fuck? Ik moet even kijken, hoor. Is dit een goed, het goede appartement? 106, ja. Waarom moet ik hem plaatsen dan? Dat vind ik heel leuk. Ik ben aan het zoeken. Waar moet ik de explosieven plaatsen? Hier? Nee. Maar zal ik hem in de koelkast leggen, of niet? Oh, we gaan het vuur aanzetten. Dat is nummer 1. Oh, okay, wat? Oh, we leggen hem gewoon daar neer. We maken dit hele gebouw vol met gas, man. Oké, okay, die ligt. Oh, kut, wacht, dit ding staat nog aan. Oh, 2% health. Oh, oh, ik moet hem weer uitzetten. Sorry, ik had dat ding aangezet, maar ik was vergeten dat hij nog aan stond. Verwachten en we kunnen er overheen. Zo. Jongens. Oh. Dat was ook verkeerd. Oh, dat was ook verkeerd. Dan maar zo. Dat wilde ik doen, alleen het duurde even. Het ging niet zoals gepland, jongens. Heb ik nou mijn... Ik heb mijn tuinsikkel terug. Oh, ik ben een wapen nu kwijt. Hey. Dat vind ik niet leuk.
Ah, fuck it, dan ben ik dat wapen kwijt. Er zit er wel een ander aan. Ik weet niet waar die is. Je zet die cricketbed maar aan, hop. Ik moet even kijken hoor. Want... ik moet even... Dat is een beetje kut. Kan ik... Ah, laat maar zitten. Want kijk, hij is bijna kapot, dit ding. En deze ook. Oké, wacht, deze repareer ik wel. Zo, oké. Hier moeten we ergens weer naar binnen. Hier, deze denk ik. 105, ja, 105. Goedendag. Fuck jou. En fuck jou. Oprotten nou. Was niet te verwachten hoor, dat je... Oh, je bent al dood. Hallo? Hallo? Holy shit, hè? Wat is hier gebeurd, joh? Zo, de knetter. Zo, batterijen. We gaan hier doorzoeken. Koksmes. Oh, dankjewel. Oké, nice. Oké, dan moeten we hem daar zo weer opleggen, de bom. Maar ik wacht heel eventjes eerst. Want eerst even dit kamertje doorzoeken. Dankjewel. Hier staat ook nog een kist. En een ziekje, jongen. Oké. Kunnen we weer aandoen. Gas aan. Bommetje erop, zodat alles ontploft en klaar is, Kees. Zo. Goed, hè, van mij. Wat? What's wrong? Wat? Michael. I've got some company here. I'll get back, you bastards. Michael, get out of there. Get to safety. No, I can hold him off. You've got to finish the job. I'm not going anywhere until this is done. Oh. Hier ligt mijn survival mes. Ik had hem hier gegooid. Ik had een tonnetje opgeblazen en nu is hij helemaal hier naartoe gevlogen. Geef hem maar terug, jongens. Dankjewel. Nou, chill. Die zombie die lag hier ook raar. Daarom. Ik dacht al, hè? Dat klopt volgens mij iets niet. Maar we hebben hem weer terug, jongens. Kijk. Dus dat is chill. Oké, ik moet nu naar appartement 134. En appartement 137. En dan moet ik dus verder naar boven. Wat inhoudt dat die kutzombie die hier deed zat, nu naar me toe komt. Dus vriend. What the fuck? What the fuck? Nu ben je dood. Die zat in de muur, joh, die mongol. What the... Oh my god, dat lampje gaat ook nog eens kapot. Ja, gaat goed dit, jongens. What the fuck, hey! Ik wist dat hij er zat, hè. Ik wist dat hij er fucking zat, mongol die je bent. Ik weet al niet dat je door die deur heen komt rennen, joh, mongol. Komt er nog een aan. Kom dan. Oh, komen er heel veel aan. Oh, fuck. Kom dan. Motherfucker. Motherfucker. Fucking motherfucking kuthoer. Fuck off. Ga weg. Jongen. Ik zat er al de hele tijd op te wachten, hè, tot er zoiets ging gebeuren. Fuck off. Zo. Hehe. Are you fucking kidding me? Kom dan. Kom dan. Oké, hij is ontploft, hij is ontploft. Nu komen er weer van die kutzombies aan. Ik blijf hier heel veel staan. Dat ding is ontploft. Dus ik weet niet of er nu van die kutzombies aankomen. Hallo vriend. Fuck off. Die gaat ook ontploffen. Vlieg maar weg. Hoppatee. Zo. Die zijn kapot. Die zijn kapot. Oh, jij bent er nog wel. Hallo vriend. Die is ook kapot. Zit er nog één, denk ik. Hallo? Is het veilig? Dankjewel voor je alcohol. Oké, wow. Rust in de tent. Dit is appartement 121. Dus we moeten weer een rondje lopen. Want deze deur zit op slot, zoals je kan zien. Oké, hier waren er ook heel veel ontploft, zoals je kan zien. Dat was die vent die zichzelf opblazen met die dikke bom op zijn buik. Dus dankjewel. Nu heb ik ze niet hoeven te vermoorden. Dit is appartement 129. Hoor die geluiden, jongen. Dat is toch niet normaal meer, man. What the fuck, jongens? Doe die deur open dan. Ik wil dit ding hebben. Dankjewel voor de batterijen. Oh my god. Dit is niet normaal, hoor. Oh, mijn appartement 137 is boven. Ga je toch niet menen, joh? Er zitten alle twee boven. Oh, dus we moeten nog verder naar boven. Holy shit. Niet naar buiten komen. Oh, het zit hier in al deze fucking deuren. Geef me de shit die ik wil en ik ben hier weg. Oké, ik moet dus met de lift, man. Ik moet verder naar boven. Want dit is 125, dus we moeten nog een verdieping naar boven. Ah, shit, sorry. Ik was dat niet even eerder zeggen, man. Dankjewel voor je stroomkabel. Ik weet niet wat ik daar aan heb, maar dankjewel. Oh, hier kunnen we ook naar boven. We hoeven de lift of zo niet te nemen. Dan kunnen we hier naar boven. Oké.
Take it easy, take it easy, Jan. Rustig aan. We konden de lift ook nemen, zoals je kan zien, maar... is denk ik toch iets veiliger. Oké, we zijn weer boven. Even deze vent afmaken, hoor. Zo. Oprotten. Oprotten, zeg ik je. Nu is je hoofd eraf, namelijk. Oké. Dankjewel, daar hebben we daar geen last van. Maar die is al ontploft. 137. Daar zijn we. Goedendag. Alles is hier kapot, hè. Er stonden volgens mij 3 van die opblaaszombies. Kijk maar, zie je, het waren er 3. Die zijn alle 3 nu... ontploft. Ik weet niet wat dit voor appartement is, maar... er staan hier alleen maar... weet ik veel wat? Zandzakken. Fucking, en één fornuis. Eén fornuisje. Oké, even dit slot openmaken, jongens. Holy shit, hé. Uh-oh. Dank je. Zit er nog wat leuks in? We hebben heel veel stuff hoor nu. Want door dit soort missies krijg je zo... dank je wel. Veel shit, dat is niet te geloven. Oké, bom nummer 3 plaatsen. Hier gaan we. Het is zo kut, hè, waar ik nu ben. Het is ook overal donker. Dus mijn flashlight staat al de hele tijd... horen je? Horen jullie wat ik hoor? Ik hoor iemand janken. Ah, nee. Ik ga zo meteen schrikken. Dit is appartement 135. Nou, ik ga zo meteen schrikken, jongen. Dat wil je niet weten. Ah, nee. Hoor je dat? Oké, fuck it. Waarom is het zo donker? Nee! Fucking! Niet doen! Pak hem! Die heb ik... Nee! Je moet er naartoe! Nee, je moet er naartoe! Oh my fucking god! What the heck? Fuck, what is this? Oh my fucking god, meen je dit dan serieus? Je moet er naartoe, man! Die voor je! Oprotten! Fuck off! Oh shit, er zit er nog een! Oh shit! Oh my fucking god, meen je dat fucking serieus? Fuck off, kuthoer! Zo! Holy fucking scheid, hé. Die jongen, nek is gebroken. Die voor je. Die voor je. Ik had een collega erom, man. Zag je dat? Oké. Even rust in de tent. Holy knetter, kijk hoeveel doden hier nu liggen. Holy shit. Dit was intensief. Wow. Zo, man. Ik denk dat jullie zo ongeveer wel dood zijn, heb ik het gevoel. Kijk dan, jongen. Het waren er heel veel. Oké. Maar ik weet wat ik moet doen. Ik dacht wel dat ik iets hoorde. Ga nou weg, joh. Rot op. Oké, ik weet wat ik moet doen. Ik moet namelijk naar het wijf toe rennen. Of naar het poppetje. En dan moet ik hem... hou je mond. Hoor je me? Hou je fucking mond. Zo. Die is kapot. Kapot, zeg ik je. Bitch. Baby. Zo. Ik hoorde al iemand janken, jongen. Ik dacht het al, hè. Oké, maar we hebben het overleefd. Dat is goed. Dankjewel. Nog iets leuks hier? Nee, helemaal niks. Nou, fijn dan. We hebben hier helemaal niks meer. Oké, laatste bom. Woe! Verplanten, gasje aan, hup. Oké, all done. Wat lag er nou nog iets hierin? Ja, zie je wel. Zal ik je even komen helpen dan? Ik weet niet hoe ik naar beneden kan, maar ik zal je wel even komen helpen. Ik kan niet gewoon in één keer met een lift naar beneden of zo? Hey, you sneaky fucker, Jesus Christ! Michael? Listen, if I don't make it, you have to grab... get off me! Grab the digital!
detonator. Get the hell out of here and blow this place! Michael, get the fuck out of there and head back to Troy right now. Just leave the detonator. Michael! Michael! Shit. Oké, Michael die is weg. Dan moeten we naar beneden toe. Moeten we weer met de lift naar beneden, want dit zit natuurlijk dicht en... het zijn geen zombies. Oké, kunnen we weer met de lift? Ja. Oké, oh kut, er komt iemand aan, ik hoor het. Oh, er komt een zombie aan. Snel! Oh! Snel, motherfucker! Dank je. Oké. Huh? Oh, we kunnen zo naar beneden. Oké, chill. Naar beneden dan. Hop. De lift weer in. Geen zombie alsjeblieft. Dankjewel. Knopje indrukken. En hop. Naar de eerste etage. Oké, hier gaan we weer naar beneden, jongens. Zo. Ik weet niet wat er met Michael aan de hand is. Dat kon ik al verwachten eigenlijk. Oh, shit! Holy fuck, die lift die stort naar beneden. Shit. Holy fuck, hé, de kabels waren gebroken. Holy knetter. Uh-oh, waar ben ik nou weer dan? Oh nee, er staat zo'n dikzak. Waar is de ton op? Ga naar die dikzak. Vlieg naar die dikzak. Niet naar mij! Auw, niet naar mij toe dan! Uh-oh. Waar de fuck is die dikzak? Daar. Ik moet langs die dikzak. 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 Ik ga even erlangs. Even erlangs. Even erlangs. Oké. Ik wil die dikzak wel vermoorden eigenlijk, maar... Weet je, fuck it. Ik laat hem even staan. Nou, fuck it. Ik vermoord hem wel. De eerste zombie is eromheen. Zo. Even hierin, even hierin. Ik laat de zombies even hier naartoe komen. Kijk uit, die gaat ontploffen, jongens. Die gaat ontploffen, ik zei het. Oh, je leeft nog gewoon, joh. What the fuck. Oh, daar komt hij aan. Oké, dat is de dikzak, jongens. Hier is die. Oké, daar gaan we. Oh my fucking god. Ik zit in het plafond. Oh shit. Oh, hij staat tegen het plafond aan, die mongol. Hij staat tegen het plafond aan. Want ik moet even mijn stamina erbij krijgen. Wacht heel even. Ja. Zo, daar ging de zombie. Oh, hij sluit zich tegen het plafond aan. Is hij dood? Hij is dood, denk ik. Fuck eens op, joh. Heb ik hem? Hij is nog niet dood, joh. Oh, nu wel. Hij is dood. Wow. Oké, die is kapot, jongens. Geef me je wapen maar. Dank je. En wat het leukst bij je 4 om $3. Thank you very much. Oké. Zo doen we dat. Kunnen we nu weer verder. Moet ik naar boven toe? Ja, ik moet naar boven toe blijkbaar. Nog verder. Ik moet naar beneden toe. Fuck. Dat muziekje, jongen. Oké, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Michael? Michael? What the fuck heb je hier gedaan? Michael! Okay, I hope you're alright, Michael. Zoek Michael's ontsteken. Ja, daar ben ik mee bezig, ja. Oh, hij ligt hier gewoon op de grond. Oh. Oké, dan moeten we naar buiten toe. Oh, dan moeten we naar buiten toe en dan moeten we dit ding laten ontploffen. Oh, dan moeten we hier weer tussendoor, serieus. Oké, kijk, zij heeft de deur opengemaakt voor me. We kunnen gewoon de fakkels volgen. Oké, hierin. Zo, er staat weer een dikke. Deze ga ik niet vermoorden, jongens. Oké. Ik heb er even geen zin in. Trapje omhoog, denk ik. Denk ik. Ik weet het niet zeker, maar ik doe het maar. Ja, en dan? Oh, hier. Huh? Dan hoop ik niet dat ik naar beneden flikken, want dan kom ik bij die tikzak terecht. Oké, en... Oké, nice. Hier zit niks in, dan kan ik die kist nog even openen. Hop, hop, zo. Oké, volg de fakkels. We gaan naar buiten toe. Hier naar boven. Zo. Ja, gaat lekker dit. Geen zombies hier, mooi. Volg de fakkels. Kan ik ook gaan door deze deur, joh. Oké, chill. We zijn er. Verlaat het gebouw. We gaan naar buiten, hoor, jongens. Zo de knetterij. I have the detonator now. Let's see what this is all about.
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, dan gaan we het dus nu laten ontploffen. En ik ben benieuwd wat er dan dus gaat gebeuren. Maar... wat gaat gebeuren? Want ik hou van cliffhangers. Dat zien jullie morgen. 1500 uur precies. In de volgende aflevering. Dus ik hoop jullie morgen ook weer te gaan zien, jongens. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je hebt genoten. Het was lekker intensief waar we zijn geweest. En ik zeg tot morgen. Want dan gaan we waarschijnlijk de detonator laten ontploffen. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.